Dit is een uitwerking van opgave 31 van de voorbeeldtoets 3F van 2015. We moeten berekenen hoeveel kilocalorieën de hardloper bij deze loop gemiddeld gebruikt heeft per minuut. We moeten eerst uitrekenen hoeveel minuten hij gelopen heeft. We weten het aantal verbruikte calorieën. Hij heeft 8,61 kilometer in 60 minuten gelopen. Om uit te rekenen hoeveel minuten hij over 13,7 gedaan heeft, is het 60 gedeeld door het aantal kilometers per uur keer het totaal aantal kilometers. We komen dan op 96 minuten. In die 96 minuten heeft hij 1107 kilocalorieën verbruikt, dus 1107 gedeeld door 96 is 11,5 kilocalorieën per minuut. We moeten het antwoord afronden op 1 decimaal, dus 11,5 is ons antwoord. En dat vullen we in.